Hoi allemaal, ik ben Lima Zoa. Vandaag gaan wij jullie leren hoe je moet koken. Hoi allemaal, vandaag gaan we pasta crème fraîche maken. We hebben al deze dingen nodig als je het wilt maken. Heel even. Ja? Ja, gooi maar daarin. Let's go. Hard drukken. Ja, nee, pak maar met die lepel. Hier, deze moet ook hierin. Tegenaan gekomen. Oh, sorry. Geeft niks. En nu? Zet die lepel weer terug. Waar? Daar. Laat het daar, ja. En dan moet je roeren ook, hè? 1. Lima, je spettert. Gooi jullie naar mij, Kasserie? Weet ik niet. Papa? Ja. Ja. Ik? Ja. Je moet ook dit draaien, Lima. Ja. Niets gaat spetteren, hè? Oké, gooi erin. Meneer de kok. Oh. Straks valt de boord er nog in. Moet je eens gewoon doen, kijk. Oepsie. Nou, het eten ziet er zo uit. Alles is klaar. Boom. Hallo allemaal, we zijn nu allemaal klaar met het eten maken. We hebben spaghetti. Paprika, broccoli, hè? Kippen. Ik zei, sorry. Kip. En nu gaan we. En vlees. En nu gaan we kijken of het heel lekker is. Bro? Was te veel. Het is lekker. Die kunnen jullie ook een keer maken. Het is best lekker hoor. Dankjewel voor het kijken, mensen. Laat een reactie achter. En hopelijk vond jullie het lekker. En want jullie kunnen precies hetzelfde maken. Want je hebt twee kinderen. Pasta met crème fraîche. En kipfilet. Pasta met crème fraîche en kipfilet. Want je kunt ook gewoon hetzelfde maken. En je kan ook
twee mensen gebruiken ervoor. Want dan is het veel sneller. Ook je kan 3 of 4 of 5. Het maakt niks uit, maar het is wel, je kan het wel heel snel doen. Doei! Doei!